Yo, Nintendo fans! Welkom bij een nieuwe Super Mario 3D World 100% video. Ik hoorde dat jullie Toad gemist hebben. Ik hoorde dat jullie Piet gemist hebben. Nou, dan hebben we allebei iets anders gehoord, Piet. Ik heb gehoord dat ze jou hebben gemist als kiespijn. Ah, ah, ah. Wij zijn aanbeland in de Mushroom wereld, dus moeten we wel met Toad gaan spelen, jongens. Doe even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's. En dit zijn de heuvels aan de rol bij nacht. Oh, we hebben maar 30 seconden. We hebben maar 30 seconden. Moeten we dan overal eventjes snel klokjes vandaan halen? Ja! Oké. Ik heb 2 klokjes. Ik heb nu 39 seconden. Ik heb nu dus al de tijd die ik heb gepakt, is nu alweer weg. Moet ik hier naar boven? Sowieso moet ik daar naar boven. Kan ik ergens een kat vinden of zo? Mag ik een kattenbel? Ik mag alleen maar tijd. Ik wil kattenbel. Gun mij een kattenbel. Dit is toch een oud level? Dit level ken ik, jongens. Oh, wacht even. Ik zie hier een ster. Ster! Ster! Pak het! Lekker! Pak de muntjes! Lekker Tootje! Lekker gedaan! Ja, en dit is de eerste ster. Nice. Dan kan ik nu niet hierop? Wel, ik kan wel hierop als ik deze jump doe. Ja, lekker. Oké. Is hier nog wat? Nee, allemaal muntjes? Oh, wacht even. Ik moet natuurlijk wel op de tijd letten. We moeten goed op de tijd letten. Zit hier dan een power-uppie of zo? Nee, ook niet. Oké, ik moet door. Ik moet door. Het was de eerste ster. Dat is helemaal hartstikke goed. Die tijd elke keer in mijn oor. Dat klinkt echt niet oké. Ik ga het niet meer redden, denk ik. Ik ga het denk echt niet meer redden. Ik ben te langzaam. Ik ben te langzaam. Daar is nog tijd. Pak deze tijd, Toad. Lekker. Oké. Sowieso mis ik nu iets, denk ik. Ik heb nog 8 seconden. Dit gaat nooit goed komen. Oh, jawel. Hier is nog meer tijd. 15 seconden. Ik moet echt een tempo gaan maken nu. Hier is tijd. Lekker. Kom op, Tootje. Come on. Is er nog meer tijd hier ergens? Nee, daar binnen is tijd. Is hier nog tijd? Ja, hier is wel tijd. Lekker. Hoppakee. 20 seconden. Heel nice. Dan deze pauwblokje gebruiken. Lekker. Oké. 14 seconden. Dit level, jongen. Dit level is super stressvol. Oké. Pak de ster. Pak de ster. Pak de ster. En terug. Terug. Ga terug. Ik heb nog 2 seconden. Nee! Oké, maakt niet uit. Maakt niet uit. We houden de 2 sterren die we hadden gepakt. En daartussenin ergens moet nog een ster zijn. Oké, dus hier ergens moet nog een sterretje ergens tussendoor zitten. Oké, dat moet dan hier ergens beneden zitten, toch? Kan dit? Hoe maak ik dit kapot? Oh, zo. Nice. Maar waar zit die ster dan? Zat er niet hier beneden een ster? Ja, toch? Nee, er zit nu tijd. Dan moet er hier ergens een ster. Zit er hier een ster boven? Nee. Hè? Ik ben zo confused. Zit er hier ergens? Kunnen we hier naar boven of zo ergens? Kan ik hier naar boven? Zit hij hier? Ja! Kijk, hier zit hij. Oké, cool. 31 seconden over. Nu moet ik alleen even nog de stempel ergens zien te vinden. 21 seconden over terwijl we door de buis gaan. Zit hier de stempel ergens? Nou jongens, ik kan echt geen stamp vinden. Maar zou het kunnen dat deze wereld gewoon geen stamp heeft? We gaan zo even kijken. Eerst even focussen op in de top springen. Yes, lekker gedaan, Toadbasie. Nee, deze wereld heeft helemaal geen stempels. Nou, super chill dan om deze wereld 100% te krijgen. Moeten we gewoon alleen de 3 groene sterren vinden. De 3 groene sterren. Gelukskattenkop naar de top. En de missie van Toad met de 3 groene sterren. Hier moeten we dus sleutelmuntjes gaan vinden. Oké, let's go. Even kijken of hierboven iets zit. Daar sleutelmuntje. Helemaal bovenaan een groene ster. Dat is de enige groene ster die ik zo kan zien. En er zit eentje achter de boom. Als je vanaf hier kijkt, kan je hem misschien ook zien. Nee, vanaf hier kan je hem net niet zien. Ik ga hem gewoon pakken. Hey, en hier achter deze boom zit een sleutelmuntje. Eens even kijken wat dit allemaal is. Oké, we hebben Tanuki. We hebben katje. Kijk, hier zat die eerste groene ster. Deze mag kapot. Wij klimmen hier omhoog. Dan mag deze ook kapot. En dan even kijken of we dit kapot kunnen maken. Even kijken hoe we dat gaan doen. Als ik nou zo erin ga. Ja, kijk. Lekker. Even kijken of dit op tijd moet. Wat is dit? Wow. Ik werd een gouden Toad. Ik dacht al dat die kattenbel er anders uitzag. Super cool. Ik word gewoon een gouden kattentoot op het moment dat ik nu... tempo. Op het moment dat ik nu een ground pound doe. Kom op.
Ik mis het, ik mis het. Nee, ik zit... Ah, ik zat er niet lekker in. Maar kijk, dit ziet er super cool uit. Dan krijg je muntjes. Wat vet. Ah, even kijken of dit niet gewoon opnieuw kan. Nee, de P-switch is al ingedrukt. Oké, ik ben even dood gegaan. Zodat ik het gewoon nog een keer kan proberen. We hebben toch genoeg levens, joh. Ik flex gewoon met mijn levens, man. Dikke flex, dikke flex. Lekker, oké. Deze muntje kunnen pakken. Deze moet in twee ringen. Zo, rennen maar, Tootje. Oh, ik moet er nou niet weer eentje missen. Ja, lekker. Dan even goed hiervoor staan en dan klimmen. Ja, nice. Als het goed is, sta ik hier nu... Nee, ik sta hier nu niet goed voor. Nu sta ik hier wel goed voor. Zie je, het is niet zo moeilijk. Maar je moet even gewoon rustig chillen. Niet zo panieken, Rick. Gewoon chillen. Oké, hier nog een kattenbelletje in de bank. Nice. Spiny kapot maken. Nice. Hier is een muntje. Lekker. Hierboven staat een henkie. Moet even... Oh, nee. Oh, nee. Wacht, ik ga even proberen om deze henkie gewoon zo kapot te maken. Ah! Powerblock. Nice. Oh, chill. Oh, chill. Oké, dan waarschijnlijk gaan we nu hier... Oh, nee. We gaan niet omhoog. Let's go. Pak dit muntje. Ik heb nu sowieso een muntje gemist, trouwens. Er is nog een muntje beneden. Oké, pakken we hier even de kattenbel. Helemaal omhoog. En dan kunnen we hierop. Althans. Oh, wacht even hoor. Dat moet waarschijnlijk via deze muur. Dan klimmen we hier omhoog. Hier is een muntje en hier is een ster. Nice. Nou, ik heb de sterren te pakken. Ik moet alleen nog twee muntjes zien te vinden. Eentje weet ik waar die is. Die heb ik gewoon, gewoon overgeslagen. Altijd leuk als je even hier een vraagteken wil pakken. Kijk, eentje, die zat inderdaad hier, bijna beneden. Maar waar is die andere? Daar ging ik weer bijna dood, jongens. Oh, die eerste is gewoon hier in het begin. Die had ik ook overgeslagen. Nice. Let's go. Lekker bezig, Toad. Ik heb wel het idee dat deze wereld weer iets makkelijker is dan de vorige wereld. De sterrenwereld was moeilijker. Ja, dat is op zich ook wel logisch. Ik bedoel, in Mario Kart zijn de sterrenbanen ook altijd moeilijker dan de normale banen, dan de mushroombanen. Dus misschien is dit weer een iets makkelijker wereld. Ik kom niet uit mijn woorden, joh. Ik lijk wel een kip. Oh, dat is meer een kalkoen, trouwens. Abonneer als je meer kalkoengeluiden wil horen. Dat is echt legit de beste reden ooit om op dit kanaal te abonneren. Genoeg over kalkoenen. Wij gaan naar wereld 3. Ik wou zeggen wereld 4.3, maar we zitten in mushroomwereld. Daar hebben we het net over gehad. Ik heb te weinig geslapen, denk ik, vannacht, jongens. Oh, dit wordt er zo eentje. Dit wordt er zo eentje. Maar dit zijn allemaal werelden die we eigenlijk al hebben gehad. Alleen dan zijn ze volgens mij iets moeilijker gemaakt. Oké, we moeten even wachten op het volgende platformpje. Ja, nice. En dan moeten we boertjes gaan kapotmaken. Doei, boertje. Kijk, dat doe je dan door met het licht op ze te schijnen. Nu zijn alle spookjes kapot. Ik moet dus hier naar boven. Maar hoe ga ik hier naar boven? Moet ik hier dan... Boe, ga eens even kapot, jongen. Oh, dat was wel weer een lekker safe, hoor. Dat was een lekker safe. En nu weet ik hoe ik hier naar boven moet. Ik moet namelijk hierop. En dan hier op deze wolk. En dan... Ja, nice. Ik kan ook gewoon bovenlangs proberen te gaan. Misschien is dat veel chiller. Maar er zijn straks ongetwijfeld ook beneden collectibles die we moeten pakken. Even al deze spoken weghalen. Ik weet niet waarom. Gewoon omdat het leuk is. Oh, hier nog meer. Boos, ik maak jullie kapot. Lekker. Nou, ik denk niet dat we hier boven moeten zijn. Ik denk dat we gewoon door kunnen nu. Daar is een ster. Oké, dan kan ik gewoon naartoe lopen. Dan moet ik alleen wel weer snel ook teruglopen. Nice. Oké, we zijn bijna aan het einde van de level. Denk ik, hoop ik. Ik blijf met mijn schijnwerper naar voren schijnen, want ik heb... Ja, ik wist het wel, jongen, dat daar inderdaad boos zouden zijn. En eentje is kapot. En nog eentje is kapot. En nog eentje is kapot. En... Nee, hierboven was een ster! Ik wou helemaal niet in dat ding. Ik wist dat die ster daar zat. Nou ja, oké. We hebben het level uitgespeeld. Ik ga nog even die ster pakken, jongens. Hey, kijk, de toadbaas daarachter dan met die munten. Kijk hem daar blij staan. De toads hebben altijd zo'n blije kop, jongen. Ik denk dat het handigst is als ik gewoon even mijn lamp kwijtraak hier. Oh, maar wacht even. Dat kan helemaal niet. Maar hoe pak ik deze dan? Hoe pak ik die? Kan ik omhoog glimmen? Oh, ik kan alsnog omhoog glimmen. Ja, en spring erin. Spring erin. Nee! Soms zie ik dat echt zo niet goed, hè? Anyway, we hadden de ster gepakt. En het is dus de bedoeling dat ik hier alle boos even uitschakel. Want anders kan ik niet ontsnappen uit deze wereld. Ja, kijk. En de vlag, die hadden we al. Wat is hier?
Ah. Ja, deze bewaar ik voor de volgende video, jongens. Ik denk dat deze wel moeilijk gaat worden. Ik wil nu even nog een chill leveltje. Stapel in de schaduwsteeg. Oh, moeten we nou weer snel? We hebben weer maar 100 seconden. Ja, dit vond ik wel een tof leveltje, hoor. Kijk, en we hebben een hele fijne power-up. Nice. Lekker tootje. Pak die Bowser. Lekker. Oh, maar daar is wel een ster. Eens even kijken hoe ik die ster ga pakken, hoor. Ik denk dat ik het weet. Als het goed is... Ik hoop dat het kan, dat ik hier doorheen kan pounden. Nee! Oh, maar wacht even. Ik kan natuurlijk gewoon zo die ster pakken. Ik heb daar het beste wapen voor. We hebben de tweede ster ook te pakken. Ik dacht dat dat misschien een gele ster zou zijn, maar nee. Oh, nee! De derde ster is daarboven. Ah, laat me hier uit! Laat me hier uit! Wat is het voor gek level? Ik dacht dat dit een leuk level zou zijn. Zie je? Mijn seconden zijn ook alweer op. Ah! Oké, dit ga ik goed maken met jullie, jongens. Ik ga deze nu zo sick hard speedrunnen. Bowser! Hoppakee! Op je bakkeroni. Hotseflats! Let's go! Let's go! Let's go! Ja, nice. Dan gaan wij even deze power-up pakken. Hoppakee. Ja, dan pakken we deze ster. Ik weet dat het nu niet meer hoeft, maar hey, ik doe het toch gewoon. Dan spring ik nu hier zo. Zo, en dan... Oh, wacht even. Tot zover de speedrun. Wat? Waarom word ik nou geraakt? Oké, pak de kattenbel. Ja, nice, 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 na, 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 na. Kan ik hier nu omhoog glimmen? Ja, dat kan. Hoppakee. Oké, mag ik hier uit? Ik heb alle sterren. Hoe ga ik hier uit? Waar moet ik naartoe? Waar moet ik naartoe om eruit te gaan? Moet ik weer door deze deur? En dan? Hoe speel je dit level uit? Nou, nee joh. We gaan gewoon weer... Wat? Hoe speel ik dit level uit? Moeten alle Goombas kapot? Is dat wat het is? Nee, die blijven gewoon spawnen. Die gaan ook niet kapot. Oh, wacht. De Goombas zijn wel bijna allemaal dood. Moeten ze wel allemaal dood dan? Ja hoor, had het dan gelijk gezegd joh. Alright, oké, we hebben de 3 sterren. Wat een aparte level zijn dit, zeg. We zijn ook weer boven in de vlag gesprongen. Man, man, man. Ja, wel leuke leveltjes hoor. Ik vind het wel leuk dat je net even een klein beetje extra moet puzzelen. En dan kunnen we straks door naar het spookschip. En dan hebben we weer het huis van 1001 schuifdeuren. Ja, en dan deze challenge. En die gaan we allemaal doen in de volgende aflevering, jongens. Doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren als je dit een vette serie vindt. En sowieso als je iedere dag Nintendo-video's wil zien. En dan zie ik je gewoon bij de volgende video. Mazzel!